Yo mensen, welkom bij deze nieuwe video. We gaan vandaag weer eens een game review doen. Dat is echt weer even aangevraagd. En vandaag zitten we ook in Arjenstad V2.5, als ik het goed zeg. We gaan er gewoon eventjes een game reviewtje doen. Het is ook vandaag de tweede dag van de Roblox week. Dus waarom ook niet? Ik denk van waarom geen game review. We gaan vandaag gewoon even een beetje gewoon de meeste dingen laten zien. In ieder geval, als ik iets niet vergeet, of vaak vergeet ik wel dingetjes te laten zien aan jullie. In ieder geval, gelijk al eerste indruk, vind ik nice. Dus grote map, heb ik al gezien. Heel veel bomen, dat is alleen maar goed voor de natuur natuurlijk. Zonnepaneeltjes, hartstikke mooi. In ieder geval, politiebureau vind ik ook wel nice. Was wel heel even zoeken voor mij om eventjes de uitgang dit en dat te zoeken, maar op zich gewoon helemaal prima. Even kijken, heb je in ieder geval laatst gewoon zien, verkeerspolitie. Ik kom daar niet in volgens mij, Gaan we hier naar boven? Ja, dit is even gelokt volgens mij voor politie. Heb je gewoon 3 politieuniformen en 2 kantoortjes voor kamers, weet ik veel. In ieder geval, je kan het gebruiken als, hoe heet dat, voor kamers, als je zou willen. Je hebt hier ook gewoon verkeerspolitie. Het is een combibureau, dat is nice. Dat hebben wij ook, dat vind ik ook heel fijn zelf, om een combibureau te hebben. Daarboven heb je ook iets, maar dat is leeg. In ieder geval heb je hier de toeran. Die kan ik alleen spawnen helaas. Maar in ieder geval heb je hier natuurlijk de T6. De politie B-klasse en de Vito. Even kijken, in ieder geval. Ik vind het wel nice. Nice parkeerplekkie. Hartstikke fijn. Even kijken. Ja, nu ga ik eens kijken hoe die straatjes er zijn. Want ik heb, dit is ook eerste indruk voor mij. De straatjes zien er gewoon netjes uit. Kijk, ik kan er wel 1 auto op, maar dat maakt niet heel veel uit. Zo krijg je minder snel mensen die tegen de verkeering rijden, dat is wel zo. Hier is het nog wel nice om hier gewoon een huisje in elkaar te gezet worden, dat is wel nice. Misschien hebben ze hier misschien een mini storyline in gedaan, zodat het dan langzaam een echt groot huis wordt, misschien ook niet. In ieder geval zelf te stijgen vind ik ook gewoon netjes gemaakt, gewoon netjes, gewoon prima. Kijk hier gewoon bootjes, wel grappig. Trouwens kan je er ook in die boot komen, dat weet ik dus niet. Zal ik eens even kijken dat je in die boot kan? Dat ken zeker. Ja, dat is op zich wel grappig. Leuk detail toegevoegd. Dat is wel leuk, dat is wel grappig. Ik weet nou niet hoe ik hier nou wegkom, hoor hier. Via deze kant ook, koerskills, hoppa. Dan gaan we ook gewoon verder. Even kijken, als ik mag. Tuurlijk mag ik. Even kijken, dan gaan we hier gewoon verder. Heb je de... Oh, dit is wel nice. Dan heb je de... Aldi en Best Place en al. Wat heel veel mensen dat we niet hebben in een game. Wij hebben. Wat is nou? Ja, Jumbo hebben wij wel, dat weet ik wel. Maar die van ons is niet ingericht volgens mij. Nee, kijk. Hier hartstikke nice. Gewoon Heineken. Hoppa. Ik vind het gewoon prima uitzien. Gewoon ja, niet al te veel details, maar dat hoeft ook zeker niet. Dat is ook zeker niet nodig. Bij zo'n winkeltje is ook niet nodig. Dan heb je gewoon Pets Place om dierenvoeding te halen of iets. Dat is wel grappig, ook met vissen. Op zich wel grappig. Maar dit is voor mij een kooi of iets. Zo te zien. Ook wel grappig. Leuk detail om toe te voegen, zo'n kooitje. Het is wel lachen. Maar gewoon kassa's, die kan je ook gewoon lekker gebruiken. Hartstikke mooi. Kiek. En dan ja, kun je katten voeren, dit en dat. Oh, je kan het ook echt pakken. Oh, dat is heel leuk. Dat is wel leuk. Een kaalje, kan je het eten? Dat is heel grappig als je in één keer al bam kan eten. Op zich, dat is wel grappig. Dat is leuk, toegevoegd. Dat vind ik wel origineel. Dan heb je hier... Oh, iets in de klerenwinkel. Wel heel veel Nike en heel veel dezelfde. Nou, misschien is het nou helemaal in, hè, natuurlijk. Dus ik denk dat het gewoon helemaal in is. Dus daarom is het nou gewoon vol in de uitverkoop. Weer een kassetje. Helemaal prima. We doen een Arjen's Pizza. Dat was toch zijn eigen pizza place-achtig iets. Nou, hier gewoon Fanta Cola en al. Oh, dat kan je ook echt kopen. Heb ik het nou gekocht? Volgens mij wel. Nou, gewoon genoeg voorraad cola, moet ik zeggen. Dat is helemaal prima. Okay, dan gaan we ook weer weg. Dan heb je gewoon een geldautomaatje. Oh, je kan dat ook echt gaan gebruiken, dat is wel grappig.
was wel netjes. Kijk, dan gaan we ook weer verder. Als ik in mijn auto mag zitten, natuurlijk mag ik in mijn auto. Dan gaan we hier achteruit en dan gaan we hier deze woonwijk in. Gewoon prima huisjes. Het ziet er wel lekker gezellig uit, moet ik zeggen. Wow. Gaat goed. Even kijken dan, niet hierheen. Want daar ben ik net geweest, daar kom ik net vandaan. Dan gaan wij eens even hier af. Zo. En dan gaan wij verder, gaan we nou deze kant op. Nou, een mooi brugje. Helemaal prima. Leuk speeltuintje hier ook. Met een tentje en een voetbalveld. Ik weet nou niet of je de voetbal wel kan gebruiken of niet. Nee, helaas niet. Maar dat is op zich ook wel logisch. Want anders staat in één keer die bal aan de andere kant van de dingen. Zou zomaar eens kunnen, zeg maar. Een grappig speeltuintje, gewoon helemaal prima. Ja, niks meer over te zeggen. Het is gewoon prima. Nou, leuk parkje. Moet kunnen zitten, helemaal prima. Oh, ik wil niet zitten. Kijk, dan gaan we ook weer verder. Maar een autodealer. Dat is wel mooi. En dan zie je een Volkswagen Touran tussen die dikke bakken staan. Oh, je hoort een keer een muziekje. Oh, je hoort dan die ene. Ja, is dat niet die Arjen District of zo die ik ooit heb gezien? Nou, mooi, prima wagentjes hier. Tesla. Helemaal prima. Dat is op zich wel leuk toegevoegd. Dat is wel grappig toegevoegd. Even kijken, hoe gaat het weg? Dan weet ik er niet. Een keer op klik of zo. Dat is wel grappig toegevoegd. Die vind ik wel grappig. Dan gaan we ook weer verder. Zo, dadelijk in één keer enge copyright claim. Nou ja. Dan gaan wij gewoon weer verder. Dan gaan wij hier af. Hier het leuke. Oh nee, gaan we even hierheen. Dit is hier denk ik de burgerspan. Nu heb je hier gewoon een beetje alle developers, maar ook stafleden, weet ik niet zeker. Maar het is op zich wel grappig. Heb je de praxis? Oh, prima. Even kijken, dan heb je hier. Ik weet niet wat dit is. Dit is de ambulance. Gaan we hier even naar binnen. Nou, helemaal prima uniformpjes hier. Kan ze wel pakken, maar dat ga ik niet doen. Ik ga wel gewoon een roleplay dat ik natuurlijk een politieagent ben. Ik ga niet zomaar die uniforms pakken. En ik denk dat ze hier ook gewoon natuurlijk, net als iedere game, ervoor gaat warnen. Dus het is gewoon, hou gewoon lekker aan de regels, helemaal prima. Dan is er niks aan de hand. Maar ambulancepost is gewoon prima. Oké, dan gaan wij hier af. Gaan we eens even verder kijken. Even kijken. Nou, heb je een beetje een begraafplaatsje. En een standbeeld die aan het pissen is. Lekker man. Even kijken. Dan gaan wij door. Ik zie daar nog een gebouw. Dat is denk ik de DSI zoals ik zie. Dan ga ik hier af. Een leuk tankstation. Zo'n prima. Je kan wel, het staat wel in het open. Wij hebben zeg maar echt meer een base en dat hebben de meeste games ook. Maar het is niet altijd nodig, vind ik eigenlijk. Echt gewoon gelijk een hele base met hekken omheen. Het is niet altijd nodig. DSI, het is gewoon prima. Ik kom er niet in, dat is wel goed. Want anders loopt iedereen, oh, uniform. Maar ja, doe maar niet. Prima, ik zie boven gewoon een kantine. Het is gewoon helemaal prima. Het is gewoon, nou, gewoon een prima beestje eigenlijk. Gewoon een gebouwtje. Gaan we ook weer verder. Ik ben nog voor, ja, welke dienst hebben we nog niet tegengekomen? Die hebben we gezien. De Koninklijke Marseille en de Franse. Ik kan hier ook nog boer zijn. Dat wil ik ook zien eigenlijk. Kan ik dat gewoon via hier doen? Zal ik daar eens even kijken of ik dat via daar kan doen. Nou, gewoon nog een speeltuin. Ja, nog een speeltuin, ja. Ik had even te denken, van ben ik daar niet geweest? Even kijken. Maar zijn ze hier nog aan het bouwen? Misschien zit hier ook een mini storyline in. Op zich, het is wel grappig dat ze het ook een beetje afzet.
Ik weet niet wat dat daar is. Misschien een blok of zo, ik weet niet precies wat dat is. Een container of zo. Dan heb je hier een beetje een soort haven hier, met een haventerrein. Oh, hier heb je trouwens ook de brandweer, vind ik nou uit. Oh, ik kom hier ook gewoon binnen, dat is ook wel grappig. Kan ik gewoon even kijken. Zo'n paal, ook wel leuk. Oh, je kan hier ook echt dingen pakken. Nee, dan kan denk ik alleen maar dit echt goed lopen op zo te zien. Nou, gewoon zaklampjes kan je pakken, dat is maar prima. En verbanddoosjes. En pionnen dit en dat, wel leuk. Mooi gemaakt, mooi gedetailleerd. Ziet er gewoon prima uit. Leuk koffiedingetje om koffie te drinken, hartstikke belangrijk. En dan kan je gewoon naar beneden. Hoppa. Even kijken, ik ben ook wel benieuwd wat voor voertuigen. Aspirant, tankuitvaart en een hoogwerker. Gewoon helemaal prima. Moet je ook tegenover de haven. Ik wil ook even bij de haven kijken. Oh, hier heb je nog een garage. Ook wel grappig. Even kijken, dan gaan wij hier af. Dan gaan we daar eens even kijken. Bij de haven. Oh, hier heb je de dealer weer. De autodealer. Even kijken, hoe kom ik bij de haven? Volgens mij niet. Oh ja, via daar. Maar nee, via hier. Hop, dan gaan we hier eens even af. Oh, ja. Even een bochtje maken. Komt goed. Veel geldautomaten in game, dan kan je gewoon lekker pinnen als je wil. Dan gaan we hier eens even kijken. Nou, gewoon prima containers. Gewoon helemaal prima, moet ik zeggen. Ik heb niks om op te merken, moet ik zeggen. Het ziet er gewoon netjes uit. Dan heb je politie oefenterrein. Dan ga ik toch even een kijkje nemen. Oh, dan kan je hier schieten. Dit en dat. Het is gewoon helemaal prima, ziet er gewoon netjes uit. Zo, dan gaan wij weer verder. En dan deze kant op. Ik weet niet wat dit is. De sportschool van Aristot. Op zich wel grappig, een sportschooltje. Is toch weer netjes, moet ik zeggen. Een kleedhockey is helemaal prima. Oh, dit werkt ook echt, dat is nice. Nou, oh joh, dit kan je ook echt gebruiken. Nou ja, die ligt er eigenlijk, maar nog steeds gewoon goed. Gewoon prima. En van die fietsjes. Goed voor de beenspieren. Nou, gewoon netjes. Echt voor de mensen die jou nog kijken, hou alsjeblieft even een netjes count erbij. Jongen. Dit is... een roggebroodfabriek. Een KFC. Een Coolblue. Een drive-in helemaal. Dat is wel grappig. Het ziekenhuis. En dan... de marechaussee heb ik nog niet gespot eigenlijk, moet ik zeggen. Lukken maar. Ik ga toch hier al. Ik ga terug. Ik heb een melding hiervoor. Nee, joh, grapje. Doe niet aan prio abuse. Terwijl ik het net heb gedaan. Wow. Ik zag je al typen hoor, ik zag je al typen. Hier heb je een beetje het huis, een beetje een ganghuisje moet ik zeggen. Oh, Rijkswaterstaat. Maar bij hun is ook Rijkswaterstaat weg, dat is bij ons ook. Ik omdat dat ook nooit werd, echt nooit actief werd, zeg maar. Heb hier een leuk kerkje, gewoon helemaal prima. En dan heb ik denk ik op zich wel de map eigenlijk een beetje gehad eigenlijk, moet ik zeggen. En ben daar achter nog niet. Oh, ik zit niet op te letten.
Misschien dat ik daarachter ook de Marechaussee, of is dat DayZ nog? Ik ga gewoon eens even kijken. Nou, dan kom ik het in één keer tegen. En dan komt het er wel goed. Nou, dan gaan we eens even hier af. En dan kom je hier uit. Dit zijn gewoon van die gebouwen die nog in, denk ik, in de maak zijn, denk ik. Of het is gewoon een design. Nee, maar prima. In ieder geval, dan sluit ik ook hierbij gewoon de video af. Mensen, bedankt voor het kijken. Vergeet zeker een duim omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren. Je beneden zal super tof zijn. En zie ik jullie later bij een nieuwe video. Later.